als Pete ergens helemaal boos van is, dan is het bananen en noten. Keiharde metafoor. Ja jongens, dag 2 van de E3. We zijn weer op pad en Tom die is al even op pad. Dus ik vraag me af wat hij vandaag allemaal gaat checken. Tom, breaky, wat ga je vandaag allemaal checken op de E3? Over. Yo, Pete. Ik ga vandaag sowieso langs van NACO, voor een controle natuurlijk heel relaxed. Maar ja, verder natuurlijk nog Mafia 3 zo gaan checken. Over. Fucking Mafia 3, hoe vet is dat? Nou, ik ga bij Ubisoft langs. Jij trouwens ook, Tom? Ja, en verder, sorry, beginnen we onze dag met WRC 6. Ik ga ook in een dikke WRC 6 simulator zitten. En ja, goed, je ziet dat die walkie-talkies zijn natuurlijk inmiddels onmisbaar hier, hoe Gamerset werkt. Het is van de gek eigenlijk. Super vet, ja. Oh, hey. Yo, waar ben je dan? Ik sta hier. 2 meter achter je. Nice. Ja, we gaan dus nu WRC 6 spelen in fucking VR. Oculus, dus dat wordt heel bijzonder. En in zo'n stoel die ook helemaal meebeweegt. Die ik ook bij Dirt in Engeland heb gebruikt. Dat zijn echt hele vette stoelen, maar in VR, jongens. Ik ga ook Tom nog een stukje laten filmen. Dit wordt echt super vet. Hoop ik, denk ik. We gaan in Portugal racen en vissen aan. I think I can put on the glasses, sure. Dus tot later jongens. Dit was echt zo bizar jongens. Echt weird. Trouwens, puntje voor PlayStation VR. Het zit echt lekkerder dan Oculus, maar... Dude, Tom gaat het nu proberen. Dus we gaan even kijken hoe hij zijn headsetje op doet. Maar hij moet eerst nog even de spul stellen. Maar het is echt bizar. Echt, dat is ook zo'n B-box systeem, dus je zit echt helemaal in de game en je bent jezelf gewoon echt kwijt. Ja, hier zijn de beelden straks van wat Tom ziet. Daar zit hij. Okay, look straight ahead for me for a moment. Straight ahead, please. Straight ahead? Yes. Perfect. Okay, ready to start? Okay, I am. Awesome. I live by the code of the road. Wat gaat er hier heen? Pure angst. Ik heb volgens mij een heleboel mensen vermoord met deze auto. Hey, maar hoe voelt het, man? Alsof ik 's werelds slechtste rallycoureur ben. Oh god. Maar wel super vet. Oh. Wel dizzy. A little bit dizzy. Ja. Holy poep. Je zit echt in die wereld. Je zit in een andere wereld, een hele gevaarlijke wereld, waar ik een massamoordenaar ben met iets van 300 pk of zo. Echt bizar. Maar wat voel je ervan? Heel vet om te beleven, maar ja, je hoort wel wat veel mensen natuurlijk zeggen, je moet er wel even aan wennen. Want het is echt, ja, wat je zegt, het is een hele andere wereld. Het is heel, heel weird. En je bent echt even weg daarin. En vooral ook met zo'n D-box, dat je dus ook echt helemaal... Je voelt te klappen en nou ja, ik ben volgens mij een paar keer heb ik een barrelrol gedaan. Jammer dat hij dat dan weer niet doet, maar voor de rest... Ja. Ik zei net dat het een b-box was. Ja, ja. Het is ook een b-box. Het is oké, gelukkig, ja. Ja, maar b-box is anders. Ja, oh, ja, b-box, ja. Nee, maar heel vet om te beleven natuurlijk, dat sowieso. Ik wil dit met meer games, wil ik dit zo ervaren. Hoe duur is zo'n setje voor GNHQ? €15.000. Oké, dan Kickstarter begint morgen. Jongens, steun ons even allemaal, doneer. Iedereen die doneert mag er een keer op rijden. Ja, dat beloven we in ieder geval. Ja. Maar ja, super vet. Ze doen zo fucking veel voor Mafia, kijk dit nou. Oké, kijk, dit was natuurlijk in de eerste vlog was het een beetje ons grote vergeetmoment. Was dat we naar deze super vette 50s diner gingen. Kijk eens gewoon hoe awesome die sfeer is.
Maar toen zijn we dus helemaal vergeten te vloggen en dat zeiden we toen ook. En daarom zijn we bij deze speciaal voor jullie, want wij haten dit, teruggegaan. En natuurlijk, ja, hoe kon het ook anders? Gewoon dikke milkshakes genieten. En er komen ook nog burgertjes aan. En dat is natuurlijk wel het meest Amerikaanse wat we denk ik mee gaan maken aan deze week 1-3. En Peter is gewoon weg. Die is net, dus, er zijn twee dingen waar Peter weg van kan krijgen in deze wereld. Dus, één is VR, maar dit werkt nog veel beter. Gewoon een goede milkshake. Oh god, de hamburgers komen gewoon live aan. Thanks. Thanks. We will. Oh jezus, ik bal ook. Het was een lange dag. Maar goed, dit maakt een heleboel goed. Kijk, dat komt straks op het moment dat ik een mayonaise ga vragen. Oh ja. Snappen ze je niet, hè? Dan denken ze echt, mayonaise met je friet, ben je gewoon helemaal loco in je hoofd? En daar zijn we ook, maar we zijn er trots op. No, we're just Dutch. We're Dutch. Ga Pulp Fiction kijken. Samuel Jackson heeft een hele tirade over dat wij mayonaise met je friet eten. You're a smart motherfucker, that's right. Eén ding, bananen met noten. Als Peter ergens helemaal boos van is, dan is het bananen en noten. Keiharde metafoor. Ja, nee ja. In dit in VR, jongen. Huh? Oké, vloggen. Hoe zie je er het beste uit als een Mongool? Wacht maar. Oh, sorry, syndroom van Down. Dat was in Australië een hele goede grap geweest. Maar goed. Syndroom van Down Under. Ja. Hij komt down van de Malen Down Under. Eén notice. Oh, wow, avocado is zo gezond. Oh, netjes butter. We hebben kamer hier, jongens. Hamburger is ook gewoon. Geen avocado. Geen andere soort van groente, behalve sla. Dat is ook een konijn dat je ook bent. Maar kijk op dit schattige tongetje, lipje, krakende bacon. Kijk, hij breekt ook. Hij buigt niet, hij breekt. En dan is het goede bacon. Oh, ik zag het sap eruit lopen. I know. Ja! Zijn we jullie vandaag een beetje vergeten? Ja! Jullie daar! Ja, jullie daar! Jij! Oh nee, jij. Je moet kijken wat er met jij aanspreken. We zijn jou vergeten. De rest niet, alleen jou. Met je bakkers. Ja. Daarom hebben we vandaag zo'n slechte vlogdag. Dat komt niet door jullie, dat komt door jou. Het is jouw schuld. Ja. Reageer anders of like eens een keer. Anders doen we het niet. En in de breedte is aandacht, in de lengte dan meest serieus. Maar wat een hele drukke dag vandaag. We hebben wel wat gevlogd, toch? Was toch vet met